met baanwielrennen in 2001. Daarvoor heb ik altijd geschaatst. En het is vrij logisch dat een schaatser goed kan wielrennen. Dus ik dacht, ik ga het eens proberen. En in 2001 ben ik dus begonnen. Ik heb 2 Olympische Spelen meegedaan. In 2004 en 2008. En ik heb een aantal WK-medailles. Ik train voor het baanwielrennen elke dag. Ik doe 3 keer in de week krachttraining. En bijna elke dag op de baan en om de dag op de weg. En zondags heb ik meestal vrij. Wij zijn nu bezig met de Olympische Spelen. We staan er hartstikke goed voor. We staan 200 punten voor de Russen. En als het goed is, blijven we zo staan. En mijn toekomst is richting Londen. En dan ga ik het per jaar aanzien hoe het verder gaat.